dat je 10, 15 jaar geleden dat er nog naar je gescholden werd. En dat nu mensen op je dat afkomen. Het agressiever wordt. En hun hand uitsteken naar die camera. Je cameraman duwen. Mensen zijn komen wel iets dichterbij. Gewoon fysiek. We hebben over de persvrijheid in Nederland. U heeft het vanmorgen ongetwijfeld gehoord. Nederland is maar liefst 22 plaatsen gedaald op de persvrijheidsindex van Reporter Sans Frontières. Van plek 6 naar 28. Het is volgens de organisatie een teken dat het voor journalisten steeds onveiliger wordt. Margriet, dat we zouden dalen hadden de meeste journalisten misschien wel verwacht. Toch is er veel verbazing over die lage plek die we nu innemen. Deel jij die verbazing? Een beetje wel. Als je van 6 naar 28 gaat, dan is dat natuurlijk wel een enorme keldering. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook wel een aantal incidenten of een aantal grote dingen gezien het afgelopen jaar. En ik heb ook wel begrepen dat de organisatie die deze ranglijst samenstelt, de manier waarop ze dat doen, de criteria wat heeft aangepast en waardoor dit soort, dus inderdaad een fotograaf die met een shovel van de weg af wordt gereden. Journalist in Groningen die een wat was het, een brandbom, geloof ik, in de brief. Een journalist die is vermoord. Nou ja, dat is wel heel interessant. Je doelt nu op Peter R. de Vries, hè? Ja. Maar dat las ik ook wel terug in de verhalen over dit onderwerp. Kijk, was Peter R. de Vries journalist op het moment dat hij werd vermoord? Dat is natuurlijk ook wel een beetje. Je ziet natuurlijk heel erg ook wel. En dat is ook wel een vraag, denk ik, die we onszelf moeten stellen. Word je nou bedreigd echt omdat je puur je werk doet als nieuwsgarend journalist? Of word je bedreigd, of wat dan ook, omdat je een provocerende column uitspreekt? Zie Marcel van Roosmalen een paar weken geleden. Maakt dat uit? Nou ja. Maakt het uit? Ik bedoel, het is even de vraag van. Zijn het nu echt puur de journalisten die voor nieuwsorganisaties werken, die merken dat hun veiligheid. Veiligheidsomstandigheden ook, denk ik. Maar als je dus dat de talkshows en de columnisten en ook tot de journalistiek rekent. De infotainment, ik denk dat dan die daling heel goed verklaarbaar is. Ja, maar misschien niet, zeg jij dan, als je de zuivere verslaggevers neemt. Hè? Dus de mensen die in het veld staan. Het wekt een beetje met die shovel, dat was gewoon een nieuwsverslaggever. Tegelijkertijd wekt het natuurlijk een beetje de indruk, als je van 6 naar 28 gaat, dat het gevaarlijk wordt voor een journalist in Nederland om de straat op te gaan. Ja. Ik denk dat we daarvan niet spreken op dit moment in Nederland. Nou, Kifaloes? Nou, je vraagt dat aan iemand die deel uitmaakte van een team dat een paar weken geleden zelf werd aangevallen op straat. Daar ging het niet zozeer om onze rol, volgens mij, als journalisten, maar als. Dat was gewoon een beroving. Oh. Een gewelddadige beroving, waar de camera werd gestolen door een paar mensen in Leidse Rijn of all places. Dus ik ben in Mosul geweest, waar de bommen en granaten je om de oren vlogen. En waar niemand je ook maar een vinger met een vinger aanraakte. En in Leidse Rijn werden we aangevallen en werd met onder bedreiging van schroevendraaiers in een heel gevecht onze ploeg aangevallen. Ik zal niet de eerste zijn die zegt, nee, je kunt hier gewoon je werk doen. Wat mij overigens aan deze kwestie opviel, was dat ik dacht, dat zakken op die ranglijst, dat zou ik kunnen verklaren in de zin van, er is wel wat aan de hand de afgelopen 2 jaar. En journalisten hebben dat op straat ook wel gemerkt. Alleen in België, in Frankrijk, in Duitsland, in Engeland was ook wat aan de hand. Daar is ook polarisatie. Daar is ook van alles op straat. En daar is ook alles heftig geworden. Hoe kan het dat dat in Nederland dan kennelijk erger is dan in die landen waardoor wij op die ranglijst zijn gezakt? Dat maar ik weet bijvoorbeeld even niet uit mijn hoofd hoe hoog Frankrijk staat. Maar volgens mij zijn daar ook. Zijn daar niet ook. Ook niet uit mijn hoofd, maar ik las vanmorgen wel in Duitse media dat ze zich ook zorgen maakten omdat Duitsland een aantal plaatsen was gezakt. Ja. Dus in die zin. Maar wij doen het slechter dan die landen. Niet zo'n duikeling als wij in Nederland hebben meegemaakt. Nee. Ja, beantwoord de vraag, maar ik vind dat heel ingewikkeld. Dat ik denk dat ook wel komt door de heftige incidenten die we al even hebben opgenoemd. He, dat, en natuurlijk toch ook de
Ik las ook vanmorgen in een van de kranten iemand die zei, vroeger als mijn opa iets niet zinde op de televisie, dan gooide hij een pantoffel naar het scherm. Nu pak je je telefoon en verwens je iemand? Ja. En dat is natuurlijk een hele andere manier, want dan is het meteen publiek. En ja, misschien zijn wij. Ik weet het niet. Dat is gissen, maar misschien zijn we daar wel wat feller en wat verder in dan in de landen die je noemt. Maar het is toch wel interessant om even te focussen dan op dat verschil tussen, laat ik zeggen, straatverslaggeving of rechtbankverslaggeving en opiniejournalistiek. Even afgezien van die beroving, Kiva. Als jullie de straat op gaan in Nederland, hoe word je dan over het algemeen? Soms loop je ergens met draaiende camera, hè? Kom je de straathoek om en komen. Nou, het grappige was, net voordat het gebeurde, hadden wij met elkaar een gesprek over waar je in Nederland makkelijk kunt werken op straat en waar niet. Dus we zaten nog tegen elkaar. Nou, Leidse Rijn, dat is kat en bakkie, geen probleem. Als we nu in Amsterdam waren geweest, dan hadden we vast wel weer wat gelazer gehad van mensen die zeiden: ik wil niet dat je me filmt. Dus nou ja, dat geeft al aan dat je met elkaar wel regelmatig praat over. Nou, in de grote steden zitten ze vaak niet op je te wachten. Maar met alle respect. Ik heb het gevoel, ja, kijk, het kan erger geworden zijn, maar toen ik 10, 15 jaar geleden nog regelmatig op de het land in trok om reportages te maken, hadden we dezelfde. Dus het is misschien nog erger geworden, maar ook 10, 15 jaar geleden hadden we al zoiets van, ja, het was vaak makkelijker om op het platteland Foxpop te gaan halen, bij wijze van spreken, dan. Maar het verschil is denk ik wel dat. Ik zit ook al zo'n jaar of 30 in dit vak. Dat je 10, 15 jaar geleden dat er nog naar je gescholden werd. En dat nu mensen op je dat afkomen. Het agressiever wordt. En hun hand uitsteken naar die camera. Je cameraman duwen. Mensen zijn komen wel iets dichterbij. Gewoon fysiek. Mm-hmm. Je kunt, en dat zullen we straks na 11 ook nog wel behandelen, een pleidooi houden waarom je dat niet moet doen. Maar waarom is het belangrijk dat toch verbetert? Hè? Het publiek moet wel zien wat het belang is van journalisten die gewoon hun werk doen. Hoe zou je dat pleidooi houden? Poeh. Tegen mensen die toch in potentie zich tegen journalisten zouden kunnen keren. Wat is het belang van mensen die dus niet in beeld willen dat jij toch in die straat bent? Ja, dat ga ik op dat moment niet voor elkaar krijgen. Dus ik weet niet welk pleidooi ik daar dan. Op dat ik moment weet niet, niet of Obama nu, dat zelfs met zijn retorische kwaliteiten op dat moment kan. ik weet het niet. Het begint in elk geval ook wel met. In de afgelopen 2 jaar waarin die polarisatie er was, heb ik ook wel gezien dat wij zelf als journalistiek, zeker in de beginperiode van corona, zelf ook een soort zelfopgelegde censuur hadden. In bijvoorbeeld in hoe scherp we waren naar de overheid. Mm-hmm. En daarmee geef je ook tegenstanders zelf wapens in handen, doordat ze zeggen, ja, maar jullie zijn ook niet kritisch. Ja. Dus er zijn ook momenten dat je denkt, oh ja, daar hadden wij zelf beter moeten opletten. Dat neem ik dan straks mee in het gesprek met Marcel Geloof. Onder andere, ik zeg nog even voor de volledigheid, Frankrijk staat in die persveiligheidslijst op 26, vlakbij ons dus. Duitsland op plek 16, ook iets gedaald. En de veiligste plekken voor journalisten om te werken zijn Noorwegen, Denemarken en Zweden. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.